Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik een challenge doen, wat jullie al aan de titel hebben gezien. Even voor duidelijkheid, deze challenge is mede mogelijk gemaakt door Ed Kaas. Disclaimer, niet door Kaas, maar door Kaas. Ja, je snapt mij, niet door Kaas, maar door Kaas. Zo ingewikkeld dit. Maar Kaas die heeft voor mij een lijstje gemaakt van foto's van mensen hun onderkinnen. En ze hebben allemaal verschillende moeilijkheidsgraden. En ik ga dus mensen hun onderkin raden. En jullie zien elke keer de foto onder in beeld. Jullie zien nu de eerste. En ik zie hem. En ik denk eerlijk gezegd, deze herken ik. Dit is Donald Trump. Je kunt trouwens voor wat degene doet een punt halen. En je kunt een punt halen voor wie het is. Dus ik zou zeggen, doe ook gezellig mee. Speel wel eerlijk. En laat dan in de reacties achter hoeveel punten jullie op het eind hebben. Maar ik denk nummer 1 dat het Donald Trump is. En dan gaan we nu kijken. En we hebben het goed! Hey! En Donald Trump was president, zoals ik zei. En er staat president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Dus ik heb het goed, jongens. Deze herken ik volgens mij aan het kledingstuk, maar ik weet het niet zeker. Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, is dit die vrouw van Dikke BMW! Dikke BMW, jongens! Ik besef me ineens ook slaatje nog vast dat ze... Oh, scherp, die zaak. Oh, zaak, toch. Oké. Daar, daar. Niet zo druk. Niet mijn video doorheen praten, hè? Of woeven, of wat dan ook. Saar. Zit een video op te nemen. Ik laat je los, maar je moet wel rustig zijn. Ja. Maar ik denk dat het die vrouw is van Dikke BMW, jongens. Dikke BMW. Maar hoe heet zij trouwens? Ik moet ook de naam hebben. BMW mevrouw, zou ik dat gewoon doen? Hida van der Heijden. Nou, dat had ik nooit geweten. Maar dat staat wel beter bekend als Dikke BMW mevrouw. Dus dat deel heb ik goed. Maar de echte naam heb ik niet goed. Wie is dit nou weer? Wie is dit? Moeilijkheid 4. Oeh, deze is moeilijk. Is dit Maarten van Rossum? Nee. Of, ik gok op Maarten van Rossum en ik weet ook zo gauw niet zeker waar hij is. Hij is toch tv-presentator of zo volgens mij wel. Wat? Ik heb het gewoon goed ook voor je! Presentator en schrijver, ook bekend van de slimste mens op NPO 1. Maarten van Rossum. Ik had ook, dan heb ik 2 punten. Dit is... Verhaal erachter, waarom herken ik deze niet meteen? Ik heb ooit een keer een video gemaakt met mama. Het hamburgerspel was dat, dacht ik, die video. En wij moesten daar een thumbnail voor maken. En mama moest daar een beetje geschrokken van mij kijken. En toen kreeg ze heel veel onderkinnen. En dit is overduidelijk die foto van mama er 10 onderkinnen. Want kijk even hoeveel onderkinnen. Ja, dit is mama. Beter bekend als mama. Mama. Ja, dat klopt. Deze zou ik echt niet weten. Hij lijkt een beetje op Shawn Mendes. Maar ik denk, is dit Shawn Mendes? Of is dit Kaas? Nee, dit is Shawn Mendes volgens mij. Shawn Mendes zanger. Huh? Nee, nee. Nu snap ik het echt niet meer. Hoezo heb ik er zoveel goed? Ik had dit zelf nog ineens verwacht. Oké, Shawn Mendes. Bekende Canadese zanger. Ja, maar deze weet ik dus echt niet, hè. Wie is dit? Weet ik het? Wie is dit? Wie is die vrouw? Of man? Of wat het ook is. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? De moeilijkheidsgraad is ook al 4. Ja, die weet ik echt niet. Ik gok Kees van de Staaij of zo. Hij is president. Ik weet het niet. Deze had ik best wel kunnen weten. Paul de Leeuw, volkszanger en presentator. Ja, ik weet niet. Ik had hem kunnen weten. Wie is dit?
Twee vlammetjes, dan moet die makkelijker zijn. Heeft de paas. Ik herken dat shirt volgens mij ergens van. Wie is dat? Ik herken het wel. Ik denk Vaco nog. En die is YouTuber. Hoe kon ik dit niet weten, jongens? Zangerinus. Bekend van eet veel bananen en Rowana op een scooter. Die is fout. Wie is dit? Die oranje achtergrond, die herken ik ergens van. Volgens mij is dit iemand van Benner. Ik denk dat het iemand van Benner is. Oké, jongens, ik ga voor iemand van Benner om de oranje achtergrond. Robin Zomer, want Bart zijn achternaam weet ik niet, van Benner. En ja, hij is YouTuber. Oh, ja, maar ik word gebeld. Het was Geert Wilders. Ja, wie is dit jongen? Ze lijkt een beetje op Patricia Pai, denk ik. Ze lijkt op Patricia Pai. Ik denk dat het Patricia Pai is. En ze is presentator. Oh, ik haal hem altijd door elkaar. Het is niet Patricia Pai, maar Patty Bracht. Ik haal hem altijd door elkaar. Voorne, wie is dit? Dit is... Hij lijkt een beetje op Django. Django zanger. Frank Lammers. Acteur van Jumbo. Ja, maar Jezus. Hallo Jumbo! Ja, deze herken ik. Ik wist het gewoon. Je mag zeggen, jij hebt gelogen gisteren. Ik zal even een verhaal vertellen. Zij zat de hele tijd, oh my god, heeft zij hem zoveel keer gezien enzovoort. En ik dacht meteen, dit is Sophie Oeschie. En ze heeft het over Shawn Mendes. Dat wist ik gewoon. Ik weet niet waarom, maar ik wist het gewoon. En toen ben ik dus ook nog gaan kijken op de Instagram of alles klopte terwijl ze niet de naam gaf. En deze foto heb ik gisteren nog gezien. Dit is Sophie Oeschie, ook wel een YouTuber. Ja, sorry Joost. Ik zei expres hij een foto van BN'ers, want ja, je had het al geraden. Sorry, ik... Oké, ik had het gewoon goed zonder dat ik het wist. Dit is Ed Sheeran, denk ik. Ik denk dat het Ed Sheeran is, zanger. Hey, ik heb het goed. Dit ben ik. Dit is denk ik mijn onderkin. Ik weet niet, gewoon als ik... Altijd als ik onderkin foto's maak, dan ziet mijn onderkin er zo uit. Ik weet niet, ja, YouTuber. Hey, ik... Oh, dit is echt precies getimed. Dit is goed getimed, want nu bel precies Kaas. En nu kan ik zeggen, waarom heb je die foto uitgekozen? Hoi Kaas! Hoi, het duurde letterlijk. Kijk op WhatsApp, het duurde even... precies een uur. Ja, maar je belt echt als getimed, want ik zit een video op te nemen. Ik zit een video nu op te nemen en ik ben bij de foto van mezelf. Maar waarom heb je die foto uitgekozen? Hij is echt eng. Dit staat nu op mijn social media, dit staat nu op mijn YouTube, de rest van mijn leven vastgezet, die foto. Ja. Ja, ik vind het niet leuk. Ja. Nou jongens, dat was het Kaas. Dit is de ene laatste, ik denk, dat herken ik aan een heel klein randje van zijn shirt en aan zijn kin. Ik denk dat het Enzo Knol is, maar ik weet het niet zeker. Hey, ik heb het goed. Oh shit, ik ben vergeten erbij te zeggen dat het een YouTuber was. Nee, nu heb ik maar één punt. Oeps. Oké, en de allerlaatste. Wie is dit? Hij lijkt een beetje op Jasper, maar ik weet het niet. Dan had ze hem denk ik geen 5 sterren gedaan. Jasper, vriend van je. Ja, maar Jezus! Het is gewoon nog een foto van Sophie Oeschie. Dit vind ik niet kunnen, jongens. Nou, dan ga ik zeggen. Vonden jullie dit een leuke video? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zien jullie nu hoeveel punten ik had in beeld. En ik ben benieuwd hoeveel punten jullie hebben gehaald. Laat het achter in de reacties. Ik ben benieuwd. Dikke shout-out voor het maken naar Naomi. Waarmee ik nu mee bel, maar die zich op mute heeft staan. Voor het maken van de quiz. Yeah. En weten jullie nog een quiz die ik een keer moet doen? Laat het dan achter in de reacties. En zeg ik doei.